rare snacks die vooral verkrijgbaar zijn rond de carnaval. Het is een nieuwe Brabantse traditie aan het worden. In het diepste geheim wordt in Schijndel gewerkt aan weer een nieuwe Brabantse carnavalsnack. Ik denk dat we zo'n 10, 15 keer hebben proefgebakken voordat het resultaat helemaal perfect was. In alle vroegte komt groenteman Bart van 't Lent weer eens aangereisd bij de bakkerij van Mark van Doorn in Schijndel. Ja, het is een top secret project voor de leukste dagen van het jaar. Daar kan ik vast verklappen. Goedemorgen heren. Zeg, je bent helemaal gek. Zeg, daar gaat niemand eten. Proefbakken, een beetje meer bechamelsaus, een beetje minder. Experimenteren. Maandenlang waren de bakkers en groenteman Mark, Bram en Bart aan het experimenteren voor een nieuwe Brabantse carnavalsnack. Boerenkool met worstvlaai. En het is geworden... Boerenkool met worstvlaai. Een boerenkool met worstvlaai. Ja, als je daar hier een flinke punt van neemt, dan leg je dus een goede bodem, waardoor je waarschijnlijk weer beter tegen al die biertjes kunt. We hebben het nagezocht en we konden het nergens vinden. Het bestaat nog niet. En je hebt toch ook vitamine binnen. En dat is denk ik goed. De boerenkool met worstvlaai bestaat uit deeg, boerenkool, worst, bechamelsaus. Ja, natuurlijk de finishing touch is natuurlijk lekker geraspte oude kaas. En die strooien we er rijkelijk op, zo in het midden. Uiteraard is getest of de boerenkool met worstvlaai ook in de smaak valt. René Schuurmans is een van de voorbeelden die proefpersoon is geweest voor onze boerenkool met worstvlaai. En hij leeft niet? Gisteren nog wel. De boerenkool met worstvlaai is vanaf 1 februari voor de liefhebbers verkrijgbaar. Of het wordt een flop, of het wordt een groot succes. En dan is het waarschijnlijk niet meer bij te houden voor ons. Maar ik verwacht er toch wel een enkel honderden te kunnen te verkopen.